Frank van den Broeke is alleen voor de start te zien in een kort gesprek met Johan Museeuw. Van den Broeke zal opgeven na 135 van de 205 kilometer. De Scheldeprijs is een lange afvallingswedstrijd. Waaiervorming met ex-winnaar en favoriet Erik Zabel. De Duitser verzeilt in de achtergrond en zal niet meer terugkeren. Pech voor de Nederlandse sprinters De Jong en Koerts. Na een valpartij verdwijnen ze richting ziekenhuis. Op de kasseistrook van Weinigem maakt Dirkses tempo. Het is Parijs-Roubaix-verliezer Peters die met een knipoog Ludo bijbeent. Een peloton van zo'n 50 renners meldt zich voor de finale nog 3 lokale ronden van 15 kilometer. Er komt een nieuwe massaspurt. Lotto-renner Blijlevens is van ver begonnen. Te ver, want de Italiaan Leoni glipt ideaal gepiloteerd uit Blijlevens-Wie. Leoni dus voor de tweede keer op rij winnaar en schoten voor Blijlevens. Oh. Zo'n goede benen en dan gewoon te vroeg op komen. En dan, het was makkelijk voor Leoni om er zo overheen te komen. Sì, een buon sprint. Era un po' stanco nel finale, però sono riuscito a vincere. Un bel visto, una bella corsa. Per me è molto importante, perché dopo un mese mi riconfermo ancora vincente. Leoni 1, Blijlevens 2, nog top 5 zijn Arvesen, Rodriguez en Van de Ven. Knave is 6e, Björn Leukemans als 9e eerste Belg. Voor Leoni is het de 7e zege van het seizoen. De Ierse kampioen Mark Scanlon is een van de 4 vroege vluchters. Heppner, Lauder en Koerts zijn de anderen. De voorsprong van de 4 blijft binnen de perken. Op de kasseien van Pulderbos zien we een sterke Frank van den Broeke. De voorsprong van de 4 daalt zinder over. De eerste bij wie het licht uitgaat is Jans Koerts. En ook de andere 3 redden het niet. Telecom en Lotto Domo controleren en hopen op een massaspurt. Marianne Kissipou, Ludovic Capelle, Servaas Knaven en Stefan Radokla zien dat anders. De 4 moeten wel alles geven om uit de greep van het peloton te blijven. De voorsprong is klein. In de laatste kilometer demareert Ludovic Capelle. De anderen twijfelen net lang genoeg. En Capelle wint voor Kissipou en Radokla. Robbie McEwen is nog gevallen in de slotfase en wordt weggebracht met schaafwonden. Op de Grote Markt in Antwerpen staat een massavolk museum op te wachten. Iedereen wil een glimp opvangen van de beste eendagsrenner van de laatste jaren. Om 11:30 begint de Leeuw van Vlaanderen aan zijn laatste wedstrijd. Het einde van het tijdperk museum wenkt.
Bij alle museumgekte zou je het bijna vergeten, maar er wordt ook gekoerst vandaag. Het zijn twee andere West-Vlamingen die de wedstrijd hard maken. Nico Matan en Andy Capelle. De peloton met een aandachtig museum laat voorlopig begaan. Op 12 kilometer versnelt Johan Museeuw. Nico Matan is eraan voor de moeite. Eerder al werd ook Capelle gegrepen door het peloton. Rally van Vlaanderen klauwt nog één keer. Het laatste koersbeeld van Museeuw. Even later wordt hij gegrepen door het peloton. Enige troost voor Johan Museeuw. Zijn opvolger Tom Bonen wint met een haarlengte voorsprong van Robbie McEwen. Een gepast afscheidscadeau voor Johan Museeuw. Ik heb veel opofferingen gedaan. Ik heb veel mooie momenten gehad. Ik heb ook triestige momenten gehad, maar ik denk dat ik de wielersport veel heb bijgedragen. Dat ik veel mensen heb bijgemaakt, veel emoties heb losgemaakt. Het is mooi geweest. Heel speciaal, we hadden een heel speciale band. En hij heeft alles gebracht wat de goede maaltijd nodig heeft. Kruiden, hij was mooie saus, vorig jaar tweede goed vlees, in de Schilderprijs. Het was ook... Ik ga nooit de woorden vergeten, dat was in 1989. De tweede maal dat hij deelnam aan de Tour de France. En na het afscheid op de Champs-Élysées, toen had hij twee ritten gewonnen. En toen zei Marie Leblanc, Johan heeft de grote poorten geopend in de Tour en ook in het wielrennen. En nu kan ik vandaag met rust hard zijn. Johan sluit met de grote poorten het wielrennerij. Als je dit ziet van... Als ik in 91 begon van Vlaanderen won, dat ik dan Museeuw eraf reed op de Bosberg. Dat, op dit moment zelf was dat misschien vrij normaal, maar als je nu ziet wat carrière Johan daarna nog heeft gemaakt, dan zeg je toch van verdomme, ik heb hem daar toch nog kunnen afrijden. Wat ik hem toewens, dat hij even gelukkig blijft als gewoon mens als wielrenner. Als wielrenner was het nummer 1. Het leven na de sport is heel anders en van veel kanten. Maar ik zal hem daar 100% in steunen. Het is vandaag een klein beetje sterven. Je bent even weg van de wereld. En je denkt van alles en nog wat. Maar ik weet dat morgen Johan er nog altijd zal zijn in de ploeg naast ons. En dat geeft een nieuwe geestdrift. En dan ben je weer springlevend om een volgende hoofdstuk aan te vatten. En dat troost heel wat. De belangstelling is buitengewoon. Maar ik ga het... Een berensterke Tom Bonen op kop van een verbrokkeld peloton. Een beeld dat niemand zal verbazen. Maar de inspanning gebeurt deze keer wel ver in de achtergrond. Al na 57 kilometer zijn deze twee mannen in de aanval getrokken. De Nederlander Thorwald Veenenberg en de Litouwse kampioen Thomas Vaitkus. De twee bouwen een geruststellende voorsprong uit van een dik kwartier. Het peloton laat begaan en wordt opgeschrikt door een massale val. Het belangrijkste slachtoffer is Mark Wouters, maar de schade blijft gelukkig beperkt. Tom Steels en Tom Bonen nemen in de achtervolging zelf het initiatief en de groep breekt in twee stukken. Maar de voorsprong van de twee vluchters zakt te traag en de strijd rest voor de derde plaats. Onder impuls van Eekhout en alweer Bonen ontsnappen nog 6 renners. In een spurt voor de overwinning verrast Veenenberg de snellere Vaitkus. De Scheldeprijs is de allereerste profzegen voor de Nederlander. Waarom krijg je die een kwartier cadeau? Ja, dat zijn dingen die gebeuren. Dat is spijtig, maar dat, uiteindelijk, vanaf we begonnen rijden, zijn we direct beginnen meerijden. Maar ik zeg het, ze waren niet zo ver. Kadamuro vervolledigt het podium. Bonen finisht als vierde en rijdt onmiddellijk naar de bus. Daar wacht de nieuwe wielergod nog een warm onthaal. Dit is voorlopig het laatste beeld van Peter van Petegem dit wielervoorjaar.
Vroeg in de koers komt Van Petegem, buiten beeld, ten val. Hij breekt daarbij zijn sleutelbenen, werd deze middag al geopereerd in het ziekenhuis van Herentals. De revalidatieperiode zou meevallen. Op het moment van die val ligt de wedstrijd al in zijn definitieve plooi. Een kopgroep van 23 renners rijdt de finale. Bij die 23 wereldkampioen Tom Boonen, die de steun krijgt van 6 ploegmaats. De Quickstep-ploeg was zondag afwezig in de finale van Parijs-Roubaix. Vandaag willen de mannen van ploegleider Wilfried Peters duidelijk dus wat rechtzetten. Gert Steegmans is de enige renner van David Amon-Lotto in de kopgroep. Hij probeert de Quickstep-blok te verschalken op de kasseien van de Broekstraat. Ik ben nog maar gedemarreerd en toen voelde ik direct dat ik aan mijn benen nog een Roubaix lagen. Boonen en Co. blijven controleren. Niemand is in staat weg te rijden. De kopman mag het werk zelf afmaken. Boonen gaat aan de leiding. Boonen gaat de Scheldeprijs winnen voor de tweede keer. Jawel, Boonen en De Jong wordt zelfs nog tweede. 1-2 Quickstep en dan zagen we Steegmans op de derde plaats. Een mooi einde dus van het voorjaar van Boonen. Ook al zat Parijs-Roubaix nog in de benen. Ik was vandaag beter dan zondag. En ik heb maandag en dinsdag twee dagen gehad. Ik dacht dat ik aan toe het gaan was. Ik zei, dan heb ik toch wel iets aan overgehouden. Dat kan niet anders. En deze morgen stond ik op en was ik zo fris als iets. Ik denk dat het al een duvel gelegen en gisteravond. Klachten niet mee, maar hij zit wel in de koers. Vanuit de Volkswagen bevoorraadt hij ploegmaat Kevin van Inter. Die rijdt voorop samen met Belgisch kampioen Nico Eekhout en de Nederlander Koos Moerenhout. De roze ploegmaats van McEwen en de blauwe van Zabel willen een massaspurt. Eerst pakken ze Moerenhout, Eekhout en Van Impe houden het wat langer vol. Maar ook zij kunnen niet op tegen het peloton. De massasprint komt er dus. Robbie McEwen rijdt zijn beeld, lijkt het behalen, maar op de streep verslaat Mark Cavendish de topfavoriet. Steegmans wordt derde. In de herhaling is te zien dat Cavendish een grote achterstand goed maakt op McEwen. Hij gaat helemaal rondom. 21 jaar jong is de winnaar. Hij komt van het eiland Man en verrast hier iedereen. Veel stil en Cavendish kwam erover. Zo'n rare sprint. En ik dacht, ja, ik zit ook op kop, dus ik moet gewoon gaan. En het was te ver. Het was 20 meter te ver. En in die 20 meter ziet McEwen dus nog Mark Cavendish voorbij komen. Die heeft op de piste wel al wat gewonnen, maar pakt hier de belangrijkste overwinning uit zijn prille carrière op de weg. Met deze ontlading tot logisch gevolg. Twee renders nemen het initiatief. Het zijn Albert Timmer en de man van Topsport Vlaanderen, Koen Barbey. Ze lopen uit tot 13 minuten. Het peloton met daarin alle favorieten wordt even opgehouden aan een gesloten overweg. Niet voor lang, de groep kan snel weer verder. In het peloton zit een ontspannen Tom Boonen. Hij rijdt een thuiswedstrijd, zijn fans zijn op post. Mark Cavendish, een andere snelle man, rijdt lek. Hij keert snel terug in het peloton. Bij het ingaan van de plaatselijke ronde is de voorsprong van de vluchters flink geslonken en op goed 27 kilometer van de aankomst zit hun vlucht erop. De finale kan nu echt beginnen. De ploegen van de spurters houden het tempo hoog, niemand raakt nog weg en zo krijgen we een massaspurt. En daarin lijkt Tom Boonen het te gaan halen, dat denkt hij zelf ook, maar het is Mark Cavendish, rechts uw beeld, die net zoals vorig jaar de Scheldeprijs wint. Tom Boonen is tweede, Robbie McEwen derde. Ja, pech, hè. Ik dacht dat ik win, maar ik zag niemand niet. Dan steekt de andere, maar dat was vol wind op kop. Dat is direct 5-6 per uur eraf. Als je dan uit de wind kunt komen en je jumpt nog. Als ik even onder mijn arm kijk, is dat een heel ander verhaal, denk ik. Formule 1-rijders hebben meer ervaring met champagne spuiten. Dat weet vanaf nu ook Mark Cavendish.
Het peloton vliegt door de provincie Antwerpen. Er zijn kasseien. Het is voortdurend draaien en keren met een pak valpartij tot gevolg. Hier is zo'n massale val op 40 kilometer van de streep. Onder andere snelle man Tsiolek, de gewezen wereldkampioen bij de belofte met nummer 51, staat te voet. En even later probeert zijn landgenoot, een Duitser Hausler, opnieuw naar voren te rijden, maar zonder succes. Twee vroege vluchters, Broet en Bernucci, bedanken elkaar vlak voor ze vakkundig worden opgepeuzeld door het peloton. Want de Scheldeprijs eindigt vaak op een massasprint en dat is dit keer niet anders. Van Avermaat maakt daar een beetje ruimte voor Petak en voor McEwen. Maakt zelfs veel ruimte voor Petak en McEwen. Petak die zit nu vol aan, komen daar weer breed op. En een val, en een val. Alles achter Petak sneuvelt, dus gaat Petak winnen. Petak gaat hier met lengteverschil winnen. Petak voor Van Hummel. De overwinning van Petacchi wordt overschaduwd door die zware valpartij. Petacchi in het wit zet zich helemaal voor Van Avermaat in het rood. Van Avermaat raakt het achterwiel van Petacchi. Hij sleurt McEwen en een pak anderen mee. Een zware valpartij en ook Tombone helemaal rechts in uw beeld ligt erbij. Tombone grijpt naar de rechterpols, zijn hele rechterflank en ook voet en scheenbeen zijn geraakt. En daar ligt Greg Van Avermaat. Van Avermaat kruipt wel terug recht en stapt helemaal geschaafd over de streep. Ook McEwen bereikt de finish. Hij is intussen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ik denk dat vooral McEwen een beetje in een gaatje zat waar hem niet moest zitten. Ja, bedankt, ik kwam even bij en ging dan eerder naar links en ik kost niet weg. Dus ja, ik weet tegen zijn achterwiel en ik vlieg onderuit. En pak de rest mee, ja. Dus Petacchi weg van zijn lijn volgens jou? Ja, ik kwam even bij al straks en ik ging direct in één keer naar links. Iets te vroeg, volgens mij, en ik kost gewoon niet meer weg, ja. Nee. Was Greg probeert... we reden hem zo voorbij en hij probeert terug in het wiel te komen, maar we gingen veel sneller en hij reed tegen mij aan en... We zijn alle twee gevallen. Waar doet het allemaal pijn? Ik ben echt niet gerust over mijn voet. Hier mijn rechtse kant ligt open, mijn scheenbeen is kapot, mijn pols en mijn rechtse voet zijn geraakt. En ik heb hier een serieuze bult op en ik weet niet zeker of dat er gebroken is of niet. Dus je gaat nu nog op onderzoek? Van morgen of zo, dat maakt ook het verschil met mijn rijk. Ik ga eerst eens zien, ik kan erop steunen, maar ik heb hem zo moeten plooien ofzo, oftewel is de pees wat geraakt. Is die heel pijnlijk. In deze typische sprinterswedstrijd zetten 8 renners toch een vlucht op poten. Daarbij Nico Eekhout en David Boucher, gediplomeerd in dit soort werk, en ook neoprof Gregory Joseph is erbij. In het peloton laat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Fabian Cancellara, zich meeglijden. Hij komt hier kilometers maken met het oog op Parijs-Roubaix en hij mijdt de risico's. Tombone laat zich wel even zien. Hij test de benen wellicht niet toevallig op de kasseien. Maar even later staat Bonen aan de kant. Hij is gevallen. Gelukkig voor Bonen zonder erg. Bonen heeft alvast meer geluk dan deze duif. Intussen werken de ploegen van de sprinters goed samen en op 10 kilometer van de aankomst worden de koplopers gegrepen. De verwachte massaspurt komt er. Ook nu laat Bonen zich opmerken. Bonen met de lange halen. In elk geval de sprint voorbereiden voor Wouter Weiland. Ja. Farre die nu op komt zetten, Farre die er nu langskomt, Weiland binnenkant, Bonen die ophoudt en dan Farre die er echt als een komeet uitkomt en inderdaad deze Scheldeprijs gaat winnen voor McEwen. De Duitser Förster is derde, Wouter Weiland is vijfde. Farre wint na een rit in de driedaagse van de pannen met de Scheldeprijs nu ook een echte spurtersklassieker. Maar ik dacht hele winter over Scheldeprijs. Misschien kan ik het winnen. Waar plaats je deze overwinning? Ja, dit is een semi-classic. Dit is heel belangrijk voor mij. Ik heb niet zoveel groot koers gewend, dus elke winning is mooi, maar dit is speciaal ook in de voorseizoen. Ik heb een rit in de Panne gewonnen, maar een semi-classic is iets anders.